Maar misschien ook wel over de toekomst en welke kansen en welke uitdagingen jullie zien. En daar is eigenlijk deze avond voor bedoeld. En wat ik dus nu ga presenteren is eigenlijk de eerste opzet van hoe kijken we nu aan tegen deze opgave? Wat moet dat toekomstplan, dat totaalplan, wat moet dat dan worden? Wat is dat voor een product? Hoe gaat dat helpen? En hoe gaan we dat opzetten? En welke stappen gaan we dan doorlopen? Welk proces gaan we dat doen? En welke tijd gaan we daarvoor nemen? Dan zullen jullie zien dat dit dus inderdaad de start is. En dat we nog op een heleboel momenten in de komende maanden terugkomen om over andere tussenstappen met elkaar in gesprek te gaan. Dus vandaag is het vooral aan ons om naar jullie te proberen te luisteren. Wat Samantha ook aangaf, daar hebben we verschillende manieren voor. En eigenlijk wilde ik met deze presentatie daar dus even de aanzet toe geven. En ook even vertellen hoe we het dus gaan doen. Nou, waar de binnenstad, dat is, hebben we hier even aangegeven met de gele lijn eromheen. Dus dat gaat om de gebieden van de Noordstraat, de Markt en de omgeving, de Nieuwstraat, de Raadsliedenbuurt, Willem I Park, Axelsedam, wat natuurlijk de Beurtvaartkade, maar gaat ook over de Kennedylaan en Java, de haven. En ja, wat Jaap ook al aangaf, dit is natuurlijk een gebied waar heel veel dingen samenkomen, waar heel veel belangrijke voorzieningen liggen. En wat een heel belangrijk, de historie ligt hier eigenlijk van Terneuzen. De Westerschelde, de sluis ligt ernaast. Dus dit is wel een plek waar jullie als bewoners en als ondernemers natuurlijk aan gehecht zijn. En de grote opkomst en ook de opkomst uit de gesprekken, die laat dat wel zien. Maar waar ook andere mensen in Terneuzen en in de omgeving zich erg mee verbonden voelen. Het is een belangrijk project waar heel veel dingen spelen. En dat maakt het heel uitdagend. We hadden een aantal opgaves meegekregen aan de voorkant. Ik heb daar nog een aantal stippeltjes onder gezet, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van deze eerste dialoog die we met elkaar gaan voeren, met deze eerste gesprekken. We moeten ook met elkaar gaan onderzoeken, wat zijn dan die opgaves die er spelen? En een aantal dingen heeft Jaap ook al aangeduid. Hè? De aantrekkingskracht van het winkelgebied vergroten, hè? De aantal leegstaande panden. Ook het toevoegen van meer gezelligheid, levendigheid, de ontmoetingsfunctie van de binnenstad. Hoe kunnen we dat verbeteren? De kwaliteit van de leefomgeving. De binnenstad is ook een belangrijk woongebied. Veel bewoners zijn er ook vanavond, begreep ik, aan gehaakt. Dus hoe gaan we dat doen? Wat is daarvoor nodig? Zaken als de ontsluiting, hoe kom je er? Maar ook de verbindingen binnen de binnenstad. Hoe verknopen we verschillende plekken met elkaar? Een heleboel opgaves die aan de voorkant al wel werden meegegeven. En die je, als je een beetje googelt en de nieuwsberichten bij elkaar zoekt, ook heel veel dingen al over terugkomt. En er is al heel veel gebeurd daarin, dus daar willen we ook zeker op voortborduren. Maar we horen ook graag van jullie, hoe jullie daarin zitten, hoe jullie daar tegenaan kijken. Jaap gaf het ook al, er liggen ook een heleboel mooie kansen. Dus het gaat niet alleen over de opgaves en wat er moet verbeteren, maar het gaat ook over hoe we bestaande kwaliteiten en bestaande mogelijkheden die er zijn, hoe we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Hetzelfde, de historie, dat is natuurlijk toch de plek die al heel lang bestaat voor Terneuzen, het karakter van het gebied. En daar hoort zeker ook de Westerschelde, de sluizen, het fantastische spektakel van de schepen die voorbij komen. Ik heb begrepen dat voor mensen uit Terneuzen dat de gewoonste zaak van de wereld is, maar jullie zeggen als bezoeker is dat behoorlijk bijzonder. Maar ook de veelkleurigheid van de functies en de voorzieningen die er zijn, dat heb je natuurlijk in al heel veel andere plekken niet. Zoveel verschillende functies naast elkaar en de veelkleurigheid van de mensen die daarbij betrokken zijn. En wat ons ook is opgevallen uit de eerste gesprekken en uit de eerste inventarisaties, de enorme betrokkenheid. Nou, dat blijkt ook wel weer vanavond. En er lopen diverse ontwikkelingen, mensen hebben initiatieven genomen, er liggen plannen. En mensen voelen zich betrokken bij allerlei evenementen en activiteiten in het centrum. Er zijn onderzoeken en gedachtenwisselingen geweest, mensen hebben manifesten ingestuurd. Dus er is een ongelooflijke betrokkenheid en mensen voelen dat hier opgaves en kansen liggen en vinden ook het belangrijk om zich daarvoor in te zetten. Dat al absoluut een energie is die in de binnenstad zit. En daar moeten we zeker iets mee, denk ik. Waarom nou een toekomstplan of een totaalplan voor de binnenstad? Die vraag kregen we vaker gesteld, want er loopt toch al heel veel. Het is ook zeker niet de bedoeling om nu alles opnieuw te gaan doen. Het is eigenlijk vooral de bedoeling van dit plan om te kijken of we bestaande ontwikkelingen waar we enthousiast van zijn, die we goed vinden voor de binnenstad en plannen en initiatieven, juist om die een handje te helpen. En dat kan door bijvoorbeeld te kijken of we samenhang kunnen brengen tussen die verschillende initiatieven en plannen en ontwikkelingen.
Want soms kun je simpelweg door net even over de grens te kijken, werk met werk maken. Kun je net van twee verschillende opgaves net iets meer maken dan de som daar delen. En een hele belangrijke die Jaap ook al aangaf, je hebt ook een groot verhaal nodig. Er speelt zo ontzettend veel. Je hebt ook een groot verhaal nodig naar mensen buiten de stad, buiten de binnenstad, buiten Terneuzen misschien wel. Om te vertellen welke kansen hier liggen en om investeringen aan te trekken. Dat kunnen investeringen zijn als subsidies. Dat kunnen investeringen zijn misschien wel van marktpartijen. Dus wat kunnen we doen om dat verhaal op te bouwen, om te kijken van wat we hier ervoor kunnen betekenen. Dat zijn eigenlijk wat ons betreft een beetje de drie pijlers. Dus het versnellen, het samenhang brengen en het kijken of we met dat grote verhaal de binnenstad op de kaart kunnen zetten. Nou, wat is dan zo'n toekomstplan of zo'n totaalplan voor de binnenstad? Wat ons betreft zijn dat, maar goed, dat kunnen we het ook met elkaar over zo'n avond over hebben. Maar wat ons betreft is dat in ieder geval een goed en een inspirerend verhaal over wat is nou die binnenstad en waarom maak ik daarin? Waarom is dit zo uniek? Maar ook, en dat is heel vaak al meegegeven, het moet meer zijn dan alleen maar een mooie stip op de horizon, een mooi plaatje of een mooi verhaal, maar ook concrete actie. We moeten tot tastbare resultaten zien te komen. Dus dat gaat over een realistische uitvoeringsstrategie. Het gaat over een aantal belangrijke sleutelprojecten die we voor de komende jaren zien. En misschien lopen die al wel, maar dan moeten we die heel goed op de kaart zetten. Maar ook om een aantal snelle acties. Hoe kunnen we op korte termijn al aan de slag? En een hele belangrijke in zo'n binnenstad waar zoveel dingen samenkomen, daar ontkom je niet aan dat je het met elkaar moet doen, dat je van elkaar afhankelijk bent. En zo'n toekomstplan, zo'n totaalplan zou wat ons betreft, en het proces om daar te komen de komende tijd, en dat ga ik toelichten hoe we dat gaan doen, dat is wat ons betreft ook een manier om niet alleen tot een plan te komen, maar ook om tot coalities te komen, tot samenwerkingen te komen van mensen die belangrijk zijn om ook echt tot resultaten te komen. En ik heb begrepen dat er al, hè, soms voor sommige projecten al heel lang plannen worden gemaakt. Dus wat ons betreft zou dit echt de zoektocht zijn, niet om die plannen opnieuw te doen, maar wel om te kijken of we, hè, die plannen zo kunnen, de coalities en de mensen eromheen zo kunnen formeren en enthousiasmeren, dat we daar een stap verder komen. Nou ja, dat grote verhaal, dat begint natuurlijk altijd mee, wie ben je dan en wat maakt je uniek? Nou, dat is voor ons, wij zijn te gast in jullie binnenstad, al moet ik eerlijk zeggen dat ik al wat jaren in Terneuzen ook zelf al kom. Ik ken de stad wel een beetje, maar toch kom je als buitenstaander en dan zie je toch, ja, soms wel eens andere dingen, verwonder je over andere dingen, denk ik, dan als je je hele leven in Terneuzen of in de binnenstad hebt gewoond. En wat maakt je uniek? Ik vind deze luchtfoto heel interessant altijd. Want dan zie je, dat geldt eigenlijk voor heel Zeeland, maar zeker ook voor Zuid-Vlaanderen, van wat een onderscheidende plek jullie hebben. Als een soort, ja, je zou het een donkere vlek kunnen noemen, maar ook als een soort waterrijke, rustige plek midden in een enorme wereldstad. En al die lichtjes daaromheen, wel eens becijferd, inclusief wat er daar in dat Roergebied nog zit, is 42 miljoen mensen. Nou, er zit een enorme metropool eigenlijk met heel veel werkgelegenheid, industrie, onderwijsinstellingen. Een van de grootste en meest bruisende metropolen van Europa. En jullie liggen daar eigenlijk heel mooi in het hart. En dat is een uitdaging aan de ene kant, natuurlijk met die grote steden om de hoek en hun voorzieningen. Maar is aan de andere kant ook is ook wat jullie uniek maakt met al dat water voor de deuren. En als we iets inzoomen, en dat zal voor jullie vastgesneden koek zijn, maar dat is toch altijd goed om eens op een rijtje te zetten. Terneuzen, wat is dan Terneuzen in die ring van Zeeland met die ring van de Randstad en de Vlaamse ruit eigenlijk, hè, al die Vlaamse steden daaromheen. Een belangrijke havenstad natuurlijk, hè, we zijn eigenlijk de poort naar Gent, maar ook een recreatief uitloopgebied, dit gebied. En daar is in Terneuzen nog wel misschien een kans, hè, de recreatie. Sluis en Hulst natuurlijk wat meer de identiteit en het imago hebben als recreatieve plekken. We zijn wel het hart van Zeeuws-Vlaanderen met heel veel belangrijke voorzieningen. En als je goed gaat kijken, zit er heel veel in Terneuzen. En ook wel een plek waar, ja, toch wel een hele, zeker in de binnenstad, toch wel een bijzondere manier van wonen is. Dus die je op heel veel andere plekken niet zo vlug terug ziet. Juist omdat die voorzieningen en die Westerschelde en die haven en die sluizen zo dichtbij liggen. Dus dat zijn plekken die je niet overal tegenkomt. Wat is dan de binnenstad? Als je dan weer een stukje inzoomt. Een mooi kaartje of een mooie plaatje hiervan gemaakt. Hè, waar je eigenlijk vanaf de andere kant eens een keer kijkt. Naar het zuiden, naar Gent. Waar je natuurlijk een hele duidelijke, hè, ook economisch een belangrijke relatie mee hebben. Dan zie je wel natuurlijk dat de binnenstad is misschien niet heel centraal in die hele
zone gelegen, hè, met al die plaatsen. Maar ligt wel heel uniek op zo'n hele bijzondere plek, hè, zo ingeklemd op die kop. En dat maakt Terneuzen wel bijzonder. En een mooi oud kaartje, 1924. Toen was het nog heel anders. Met de vestingwerken nog zo prominent. En de sluis ook nog in een hele andere vorm. De stad natuurlijk nog veel meer compact. Je ziet hier al wel wat er ook veranderd is in de binnenstad. Want in deze tijd was de Nieuwstraat en de Noordstraat waren eigenlijk de doorgaande weg tussen, noem ik het maar, de haven waar je naar Vlissingen en naar Hoenderskerk vertrok. En aan de andere kant, hè, de Axelsestraat richting het zuiden. En eigenlijk was dit een hele vanzelfsprekende, was de binnenstad een heel vanzelfsprekende plek waar mensen samenkwamen, omdat je er altijd langs liep of reed. En dat is wel veranderd. Dat maakt de positie van de binnenstad ook wel anders. En ook wel een uitdaging. Want er is natuurlijk heel veel veranderd in de omgeving met industrie en de sluis en de haven. Maar de binnenstad is ook veel meer een bestemming geworden. Je moet er nu echt naartoe om er te komen. Dus je moet er ook een reden voor hebben om er naartoe te gaan. Je komt er niet vanzelfsprekend langs. En dat maakt wel een hele andere opgave waar we voor staan in die binnenstad. En een deel daarvan zie je ook al terug in de ontwikkelingen die nu aan de gang zijn in de binnenstad. Ja, Terneuzen is een ontzettende stoere stad, vooral rondom de binnenstad natuurlijk, hè, met zijn industrie en zijn vergezichten. Ik denk dat er geen stad zo'n gemeentehuis of zo'n stadhuis kan hebben als dat Terneuzen dat is, hè. Dat is zo'n robuust, zo'n stoer gebouw met die uitzichten en de havens rondom. En wat ik wel heel bijzonder vind, en ik ben ook wel benieuwd naar jullie, dadelijk moeten we in de gesprekken maar over hebben, dat juist die kleinschaligheid van die binnenstad daarnaast, dat contrast, dat verschil daartussen, dat maakt natuurlijk dat ook heel bijzonder. En dat kleinschalige hartje, dat kleine hartje, daar is natuurlijk de grote vraag van hoe komen we hier tot nieuwe reuring, tot nieuwe impulsen? En wat ook een betekenis heeft dat nu? En ik denk dat dat een belangrijke vraag wordt die we moeten zien te beantwoorden, hè, van wat is nou die toekomstige betekenis? Want ja, Terneuzen heeft de ruimte. Niet alleen van het water en omheen, maar gewoon ook in de stad. Jullie hebben de ruimte, dat is een kwaliteit, maar dat is ook een opgave, een uitdaging. Als je kijkt naar de voorzieningen, dat is een van de belangrijke opgaves die ook Jaap meegaf. Jullie hebben veel voorzieningen, maar liggen best verspreid. Jullie zijn ook natuurlijk van oudsher, of een gegroeid zo'n vrij langgerekte stad. Met de binnenstad aan één zijde. En een deel van de voorzieningen zit in en om die binnenstad, maar daarin ook best verspreid. En een deel zit daar ook buiten. Dus je zal ook een keuze moeten maken waar je voor gaat en hoe je ervoor zorgt dat die voorzieningen goed tot hun recht komen. En die voorzieningen hebben verschillende gezichten, hè, rondom de Kennedylaan. Natuurlijk ook een heleboel winkels. Het functionele winkelen werd dat wel eerder genoemd. Ja, daar heb je het parkeren en daar heb je de voorspelbaarheid en de grootschaligheid, daar kun je zo naartoe. En de binnenstad heeft ook winkelen, maar heeft natuurlijk is een andere omgeving. En ja, is. Je kunt onmogelijk met de bereikbaarheid, de autobereikbaarheid van bijvoorbeeld de Kennedylaan concurreren. Maar daar heb je misschien wel hele andere kwaliteiten. Hè? En dan zou je hele andere kwaliteiten kunnen uitnutten. Juist die verrassing en die gezelligheid en de combinatie met horeca en cultuur en historie. Dus nou, daar zouden we met elkaar over na moeten denken van waarin onderscheidt de binnenstad en waar liggen nou zijn specifieke kernkwaliteiten. En wat dat betreft is die kleinschaligheid en die historie en dat karakter van zo'n gebied is wel heel interessant, want als je naar de trend kijkt, als het over voorzieningen gaat en specifiek over winkels, dan zie je wel dat ja, we kopen steeds minder spullen. Dat zullen zelf ook wel gemerkt hebben. Het gaat in toenemende mate niet meer om spullen kopen, maar om samen dingen beleven, merken we. Het wordt in steeds meer plekken belangrijk. En dan komt nu, zeker met die corona, nog eens de digitalisering voorbij. Hè? Mensen bestellen meer online, doen ook meer online, zoals wij deze inloopavond. Er wordt wat meer thuisgewerkt, de woonomgeving wordt steeds belangrijker, mensen hebben meer vrije tijd. Dus dat zoeken naar die ervaringen dat wordt een hele belangrijke. En dit is een plaatje van de Jumbo, een food court, de Jumbo supermarkt. Maar ook die zijn al aan het nadenken over de toekomst, omdat die zien van misschien is de toekomst niet meer, hè, van het winkelen is wel veel meer het aanbieden van nieuwe ervaringen, van het ruiken, van het proeven, van ontmoeten, van een leuk dagje uit. En als zelfs de supermarkt erover nadenkt, dan denk ik dat dat ook vooral ook voor binnensteden en winkels heel belangrijk is. En je ziet het eigenlijk stiekem al wel een beetje aan de gang. Nou, jullie zijn al aan bezig. Een belangrijke opgave ligt in het winkelgebied. Er zijn ook allerlei initiatieven. Dat zal vast niemand ontgaan zijn om het winkelgebied compacter te maken. Dat is natuurlijk een ingewikkelde opgave waar je heel goed over na moet denken.
En aan de andere kant moet er ook iets voor terugkomen. Hè? We moeten kijken van, hè, liggen er misschien wel meer kansen voor gezelligheid? De cultuur, hoe verknoop je dat met elkaar? De horeca. Ik begreep dat jullie een volle evenementenagenda hebben. Dus daar weet Terneuzen zich heel goed mee op de kaart te zetten. En nou, wat kun je daarmee? Wat, gaat dat goed? Of ligt dat op de goede plekken? Liggen daar nog nieuwe kansen? Kunnen we dat nog verbeteren? Er liggen ook een heleboel mooie kansen. En ook het wonen. Vanavond begrijp ik dus veel bewoners aan tafel. Een hele belangrijke. De binnenstad is meer dan alleen het winkelen en de horeca en de recreatie. Het is ook een hele belangrijke en onderscheidende woonplek. En nou, die kwaliteit van de leefomgeving voor dat wonen is een hele belangrijke. Dat hebben we al meegekregen. Het parkeren en altijd een opgave hier. Dat heb je natuurlijk in zo'n kleinschalige omgeving. Maar ook veiligheid, het groen. En er komen ook steeds meer bewoners. Je ziet ook een heleboel plannen natuurlijk in en rondom de binnenstad waar nieuwe woningen komen. Nou, liggen daar kansen en hoe doe je dat en wat voor mogelijkheden liggen daar? Allemaal dingen waar je met elkaar goed over na moet denken en kijken hoe je daar het maximale uithaalt. En wat ik vertelde, er is al wel heel veel, er zijn heel veel plannen en er is ook in het verleden al heel veel gebeurd. En daar moeten we zeker bij aansluiten en kijken hoe we daar alles uithalen. Nou, een heel overzicht van alle lopende initiatieven. Dat, ja, dat beslaat bijna de hele binnenstad, noem ik het maar. En dat gaat van globale plannen. En hoe kunnen we bijvoorbeeld in de raadsliedenbuurt de leefbaarheid verbeteren? Tot het winkelgebied compacter maken. De Axelsdam, de Beurtvaartkade waar de plannen plaatsvinden. De Scheldeboulevard en een heleboel andere dingen. En eentje die we al wel hadden meegekregen. En nou, daar ben ik ook wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Als we dadelijk in gesprek gaan. Hoe zorgen we nou voor de samenhang tussen al deze dingen? En hoe zorgen we nou dat al deze projecten elkaar ook gaan versterken? Dus die samenhang, maar ook de samenwerking tussen die projecten, dat is wel waar wij denken dat er nog een hele mooie kans ligt. En waarin misschien we nog wel meer kunnen halen uit al de energie die erin zit. En ja, dat is volgens ons een belangrijk. En dat zit hem in, ja, in de samenwerking, maar ook in hoe we daar, hoe die projecten dan met elkaar zich tot elkaar verhouden. Dus ik denk dat er een aantal belangrijke vraagstukken in ieder geval zijn. En hopen graag dat jullie dat aanvullen. Maar wat voor binnenstad willen we nou graag worden in de toekomst? Welke kansen zien we hier nu echt? En welke opgaves hebben we daarin? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaan we dat organiseren? En ook hoe gaan we dat waarmaken? Dus het is nadrukkelijk wat ons betreft, wat ik vertelde, ook een manier om te kijken van waar liggen nu kansen voor investeringen? Welke projecten moeten we nu echt oppakken en hoe gaan we dat dan ook? Hoe gaan we daar ook de mogelijkheden voor bij elkaar brengen? Nou, we hebben al meegekregen, en ook jullie reacties erop. Kwaliteit moet daar boven kwantiteit gaan, zeker in de binnenstad. En we moeten met elkaar in aan die veelheid en dingen keuzes gaan maken. En daar is dat plan wel een belangrijke voor. Dus we kunnen niet alles tegelijk als Terneuzen. Dus misschien kunnen we beter op een aantal plekken iets heel goeds doen en dan kijken hoe we daar in het verlengde daarvan nieuwe dingen op gang kunnen maken. Ik had dit al een beetje verteld, maar dit is dan een beetje het product waar we in de komende maanden met jullie allemaal naartoe willen werken. Dat is dat, ja, dat mooie beeldende verhaal voor de binnenstad, wat dan hopelijk jullie, maar ook vooral mensen buiten Terneuzen moet gaan enthousiasmeren om te gaan meedoen en daarin te gaan investeren. We willen borgen dat we alle dingen die er gaan gebeuren, dat dat met kwaliteit gebeurt en met samenhang. Hè, dat dat bijdraagt aan die leefbaarheid en die aantrekkingskracht van die binnenstad. Dat het geen losse projecten zijn. En daar willen we ook een soort de gemeente ook op kunnen toetsen. Dus dat moet het een beetje worden. We willen dus de belangrijke sleutelprojecten in beeld brengen, zodat we het ook echt concreet kunnen maken. En dat we ook richting met de politiek kunnen kijken waar moeten we nu echt de slagen maken in de komende jaren. Dan willen we een uitvoeringsplan en ook. Wie gaat nou wat doen? Een rolverdeling. Dus we willen afspraken op basis hiervan gaan maken. Daarom schakelen we naast ons van Kuiper Kompion ook Twijnstra Gudde in. En die hebben heel veel ervaring met dit soort dingen om die uitvoeringsstrategieën en afsprakenkaders daarvoor te maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En op die manier hopen we dat het een soort aanjager wordt, een kapstok voor nieuwe investeringen. En uiteindelijk moet het ook ja, in het beleid gaan vallen. En hierboven had ik nog even, ik ga nog eentje terug. Hoe zien we dan zo'n toekomstplan? Dat is geen blauwdruk. Dat is niet in cement gegoten. Dat kan natuurlijk ook niet. We zien dat veel meer als een soort kompas. Van welke richting wil je op? En wat moet je doen om daar te komen? En wat ik vertelde, ja, die duurzame binnenstadscoalitie. Er wordt al heel veel met elkaar. We dachten, er zijn al heel veel coalities. En hoe kunnen we dat nog verder versterken?
Want uiteindelijk maken we de binnenstad naar bewoners, ondernemers, eigenaren, instellingen, ambtenaren, politiek, hogere overheden, bezoekers. En hoe breng je die mensen bij elkaar? Nou, we gaan op zoek ook van hoe we dat het beste kunnen doen en hoe we daar op een duurzame manier de schouders onder kunnen zetten. Nou, dat is de reden waarom we dit proces zo breed opstarten aan de voorkant. Dus we rond de tafel, we willen eigenlijk zoveel mogelijk aan de voorkant al alle belangrijke betrokkenen aan tafel brengen en daarover in gesprek gaan. En vanavond is dus één van die mogelijkheden. Nou, bewoners, de wijkraad, culturele instellingen, vastgoedeigenaren die natuurlijk belangrijk zijn, de ondernemers van de binnenstad, bezoekers, evenementenorganisaties, ook partijen als het waterschap en het provincie en het Rijk, want nou, daar valt misschien nog wel aan subsidies te halen, ondernemersverenigingen, de woningcorporatie. Eigenlijk willen we die allemaal aan tafel zetten en daar hebben we deze fase voor gebruikt. En wij zien daar een belangrijke rol ook voor de gemeente en de gemeente ziet die rol ook voor zichzelf om eigenlijk die verbinding te gaan vormen, om ook te kijken van hoe de investeringen die de gemeente, er gaan best veel investeringen, al de afgelopen jaren zijn er ook gegaan in en om de binnenstad, maar hoe kunnen we dat nou de komende jaren op zo'n goed mogelijke manier inzetten, zodat we dingen kunnen aanjagen en aansturen. De gemeente wil daarin de regie pakken, in de plannen maken, maar ook in dat bouwen van die coalitie. En denken dat het ook heel belangrijk is met al die initiatieven, dat er ook een soort heldere koers is, ook vanuit de gemeente. Waar gaan we nou voor? Wat vinden we belangrijk? Want dat geeft vertrouwen aan iedereen die zich inzet voor die binnenstad. En uiteindelijk is de gemeente natuurlijk ook helemaal verantwoordelijk voor het inrichten van de openbare ruimte, voor het beleid en voor het aantrekken van subsidies. Dus we zien de gemeente wil daar echt een voortrekkersrol in gaan pakken. Maar we vinden het hartstikke belangrijk dat we dat met elkaar doen. Dus we hebben dit proces ingericht om vooral ook samen plannen te gaan maken. Nou werkt dat altijd beter, zoals jullie hier zien, aan lange tafels in een zaal. Dat hadden we ook liever gehad, maar we zijn even aan handen en voeten gebonden. Dus we proberen het op deze manier. Maar we hopen wel, wat Jaap en Samantha ook meegaven, dat jullie vanavond toch ondanks deze beperkingen proactief en positief mee willen denken. Nou, dit is even hoe we die organisatie gaan doen. En dan is mijn laatste stap hierna even het stappenplan. En dan is het tijd voor de vragen. In het hart, en dat is wat Jaap ook al even introduceerde en Samantha. Met Petra daar als verantwoordelijk projectleider zit eigenlijk de projectgroep. Wij proberen in die projectgroep alles wat jullie ons meegeven bij elkaar te brengen en alles voor te bereiden. Een hele belangrijke speelfunctie, zeg maar. Maar we willen dat nadrukkelijk doen door constant in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld onderaan met jullie als bewoners, belanghebbenden, belangstellenden, ondernemers, bezoekers. En we willen ook wat diepgravender in gesprek. Dus we willen vanuit een brede samenstelling een soort klankbordgroep maken. Een club van 20 mensen waaromheen we van bewoners en ondernemers die wat diepgravender met ons mee willen denken. Dus die er net wat meer tijd in willen steken. Nou, daar willen we de komende periode ook een plek gaan geven. En daarnaast zijn er ook heel veel belangrijke partijen die gewoon hartstikke hard nodig hebben om ook die slag naar voren te kunnen maken voor de binnenstad. Daar hebben we ook nog eens allerlei interviews en individuele gesprekken mee. En uiteindelijk zijn natuurlijk het college en de raadscommissie ook hartstikke belangrijk. Want de raad gaat uiteindelijk het masterplan vaststellen en is natuurlijk daarna ook verantwoordelijk voor de beslissingen die rondom allerlei projecten lopen. En eigenlijk willen we in die cirkel steeds proberen zo goed mogelijk met elkaar een plan te maken waar we niet alleen denken van nou dat is leuk dat dat er ligt, maar waar we ook ons echt het gevoel hebben dat het van ons allemaal is en waar we ons het gevoel van hebben dat we er allemaal de schouders onder willen zetten. Dat zou in ieder geval ons doel zijn. We willen dat in drie stappen doen. We beginnen dus in het eerste en het tweede kwartaal met de binnenstadsdialoog. Nou, daar zijn een hele reeks interviews en deze inloop. Dan gaan we ophalen wat is er nu eigenlijk allemaal al, waar dromen mensen van, wat zijn de idealen, wat zijn wat nu betreft de belangrijkste opgaves. En we hopen dan natuurlijk ook dat er hier een soort enthousiasme ontstaat voor dit traject en dat mensen mee willen gaan denken. Vervolgens wat we daar ophalen, dat gaan we verwerken in een aantal verkenningen. Dus we gaan niet gelijk één plan maken, maar een aantal richtingen verkennen. En dat gebruiken we weer om met iedereen in gesprek te gaan. De klankbordgroep, rond de tafelgesprekken, ook weer zo'n openbare inloop met college en raad. En dan gaan we met elkaar kijken van wat vinden we nou de meest realistische, de meest enthousiasmerende richting voor de binnenstad. En wat we daar nadrukkelijk ook gaan doen is niet alleen mooie plaatjes en mooie verhalen, maar ook aan rekenen en kijken hoe kunnen we dat nou echt doen en wat moeten we dan doen om dat ook echt waar te maken. Daar gaan we uitgebreid over hebben. En de laatste stap is als we die koers met elkaar hebben uitgezet, gaan we dat verder uitwerken in een enthousiasmerend plan. En dat plan,
Dat gaan we met elkaar natuurlijk ook nog bespreken. Hebben we dat goed gedaan? Dat is in het derde en het vierde kwartaal. Dus we hopen aan het einde van het jaar, begin volgend jaar, eigenlijk dat vastgesteld te krijgen in de Raad. En dat moet een plan worden, nou ja, waar iedereen enthousiast over raakt en waarmee we ook onder de arm naar buiten de stad kunnen om te kijken of we daar medestanders voor kunnen vinden. En ja, ik had nog eventjes aan het eind als een afsluiter. Dat gaan we dus met het volgende team doen. Dus mochten jullie, we komen ook nog langs in de binnenstad. Dus mochten jullie onze gezichten zien, dan weet je in ieder geval wie dat zijn. Dat is Marjan van Capelle, Frederik Lentzen en ikzelf en Erwin L. van Pijnster Gudde. En wij, ja, u komt ons dadelijk ook nog tegen in de groepjes. En er zijn ook een heleboel mensen van de gemeente bij betrokken. En ook die komen jullie dadelijk tegen in de verschillende groepjes. Dus ja, wij hoopten met de plannen, maar daarna hopelijk ook met de binnenstad volle kracht vooruit. Dat is mijn verhaal als aanzet voor deze avond. Dankjewel, Martijn. Mooie presentatie. Ik ben benieuwd of het duidelijk was voor iedereen en of er vragen zijn. Vragen kunnen gesteld worden in de chat. Mocht je dat lastig vinden om in de chatfunctie een vraag te stellen, kun je ook je handje opsteken. Niet dit, maar je virtuele handje. En dan kunnen we je even unmuten, zodat je je vraag kunt stellen. Ik kan me voorstellen dat het misschien iets te veel info tegelijk was. Dat er later een vraag oppopt. Je kunt ons ook altijd nog mailen naar het e-mailadres wat bij u bekend is. Ik zal nog eventjes wachten op vragen die er binnenkomen. Tot nu toe zie ik nog niks binnenkomen. Het is ook een Oké, ik ben positief alleen teken dat de gecorrigeerd. presentatie goed duidelijk is. Ja, een correctie. Inderdaad, het is raadsledenwijk en geen raadslieden. Excuses, ja, die fout die maken we soms af en toe nog eens. Laatst is er ook een brief uitgegaan. Per ongeluk raadslieden. Het is inderdaad een raadsledenwijk. Overigens is het wat ik vertelde, we zitten dadelijk nog in kleinere groepjes bij elkaar, dus ook dan is er de gelegenheid om een wat kleiner verband nog. Mochten er dan nog vragen oppoppen of ideeën, dan kunt u dat daar ook zeg maar, op die manier in die kleinere groepen met ons delen. En, dan horen we dat ook graag. Dan stel ik voor dat we nu starten met Mentimeter. Martijn, wil jij uitleggen wat we van de mensen verwachten voor Mentimeter? Dat even. Maar Jan die kan dat het beste doen, want die gaat het even delen en dan wijst zich dat vanzelf. Even kijken, als het goed is, zien jullie nu een code www.mentimeter.com en een code 62907905. U gaat met uw telefoon, u pakt de telefoon en gaat naar die www.menti.com. En dan wordt er om die code gevraagd. Als u die invoert, krijgt u als het goed is de eerste vraag op uw scherm. En die kunt u dan invullen, inderdaad. Ik zie al dat één iemand hem gevonden heeft. Dus woont u in de binnenstad van Java? Dus www.menti.com en de code staat bovenin. Tussendoor vraagt iemand: wat als je geen smartphone hebt? Je kunt ook naar www.menti.com op een computer, eventueel twee schermpjes openen. Dankjewel, ja. Ik zie dat heel veel het al gevonden hebben, maar ga naar www.menti.com op telefoon of inderdaad op de computer. En als u dan de code invult, dan ziet u de vraag: woont u in de binnenstad van Java? Tot nu toe de meeste mensen wel, dus inderdaad veel bewoners. Maar ook een aantal mensen buiten de gemeente. Ik wacht nog even, zodat iedereen de tijd heeft om in te vullen.
Even kijken, ik zie een aantal handjes omhoog. Patrick Gijs Vlooswijkstraat. Ja, dat klopt. Ja, u heeft een handje omhoog. U heeft een vraag over Menti. Ja, dat klopt. Ik heb een vraag hier. Ik woon in de Vlooswijkstraat 59. En naast ons heb je de slager. Hey, dat was vroeger de slager. En dan gaan ze nu verbouwen als appartementen. Er komen 6 kamers in. En dan hier in de schoolweg van Carpetright, daar worden ook appartementen. Hey. Maar mijn vraag is, ze hebben hier achter de slagerij, het slachthuis en de kerk, hebben ze afgebroken. Hey. Waar die garageboxen ook staan, achter de Vlooswijkstraat 59-58. Dat is allemaal afgebroken. Hé? En daar zullen ze een parking van maken. Hé? Want anders heb je in de toekomst parkingtekort voor de appartementen. Hé? Ja, meneer, we gaan eerst... misschien kunt u zo uw vraag in de groepjes stellen. Want we zijn nu even met de Mentimeet even... algemene vragen, zeg maar. Straks hebben we wat ruimte om echt even in gesprek te gaan. Ja, snapt u? Dan gaan we straks in kleine groepjes gaan we dan uiteen. En dan kunnen we dit soort even wat breder met elkaar in gesprek gaan, zeg maar. Nu de bedoeling is om deze vragen te beantwoorden. Ik ga zo door naar de volgende vraag. Ik zie dat nog niet iedereen heeft deelgenomen, nog gelukt is. Maar ik ga denk toch naar de volgende vraag, denk ik, toe zo ook gezien de tijd. Of zijn er echt nog mensen die het niet lukt en nog aan het proberen zijn om in te loggen? Dan mag u straks, kunt u dan uw verhaal vertellen, meneer Vlooswijk? Of Patrick. Ja? Lekker bedankt, mevrouw. Dan ga ik door naar de volgende. Ik kom vooral in de binnenstad om te winkelen voor een hapje of een drankje, voor de evenementen en culturele activiteiten, om te wonen, om te werken. Ik kom zelden in de binnenstad. Dus vul in waarvoor komt u vooral in de binnenstad? Dit doen we ook even als een soort opwarmetje om straks juist met elkaar het gesprek te voeren. Dus dat was misschien wel even goed om nog even toe te lichten. En straks is er alle ruimte voor iedereen... in de kleine groepjes om met elkaar van gedachten te wisselen. Nou, vooral om te wonen en te werken. Die staan helemaal bovenaan. Maar ook hapje en drankje, dit voor de horeca. Nou, met name bewoners, dat klopt ook wel met het beeld dat we natuurlijk zagen bij de deelnemers. Er zijn ook veel bewoners vanavond aanwezig. Ik wacht nog heel even, dan gaan we zo door naar de volgende vraag. Maar de stip bovenaan, wonen, werken en hapje en drankje. Wat vindt u de mooiste plek in de binnenstad? Dan mag u zelf een woord intypen, of meerdere woorden, wat bij u opkomt. Wat vindt u de mooiste plek in uw binnenstad? En dan zullen de woorden vanzelf verschijnen op het scherm. Zeedijk, Outerneuzen. Veerhaven. Ook de woorden die vaker worden ingevoerd, die zullen ook groter in beeld verschijnen. Wat vindt u de mooiste plek in de binnenstad? Outerneuzen, Zeedijk, dat zijn mooi. Dat zowel buiten als het binnen, intieme en authentieke van de binnenstad. De markt. Dat is wel de top 3. De markt, Outerneuzen en de Zeedijk. Mooi. Nog een aantal binnen, zie ik. Dan gaan we naar de volgende. Welke plek verdient volgens u een snelle opknapbeurt? Daar mag u ook weer een woord aan toevoegen.
De Noordstraat, die staat bovenaan. ABC-complex, de binnenstad. Welke plek verdient volgens u een snelle opkoopbeurt? Een aantal die nog niet hebben ingevuld. Ik wacht nog heel even. De Noordstraat, ABC-complex en de binnenstad, die zijn wel de meest genoemde. Nieuwstraat, Noordstraat. We gaan door naar de volgende vraag. Dank u wel voor het invullen. Dan gaan we naar de volgende vraag. En die luidt: in de toekomst zie ik de binnenstad van Terneuzen vooral als... En dan kunt u weer kiezen uit de verschillende opties. Het winkelcentrum van de stad, het uitgaanscentrum van de stad, een bijzondere plek. Als ontmoetingsplek. We zien vooral van alles wat, een levende ontmoetingsplek staat bovenaan met stip op 1. Ook een bijzondere plek om te wonen, dus het wordt ook wel erg gewaardeerd als wonen, zie ik hierin terug. Maar ook uitgaan. Wacht nog heel even. Ik denk dat de meesten me hebben ingevuld. Dus vooral als ontmoetingsplek, woonplek en uitgaan. Dan gaan we door naar de volgende. Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de binnenstad wat u betreft? En dan mag u er maximaal 3 kiezen. Is dat het winkelgebied compacter maken, meer gezellige plekken maken met terrasjes en groen, de bereikbaarheid verbeteren voor de auto, de bereikbaarheid verbeteren voor de fiets, aantrekkelijker maken om te wonen, relaties versterken met de haven, de Westerschelde en de sluizen, of iets anders? Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de binnenstad wat u betreft? Meer gezellige plekken maken, aantrekkelijker maken om te wonen, die komen ook hier weer in terug. Het winkelgebied compacter maken, zit er ook. Maar ook de relatie versterken met de haven komt heel erg naar boven. Ik wacht nog heel even, want ik zie dat nog niet iedereen hem heeft ingevuld. Neemt u even de tijd om 3 te kiezen. Nou, op 1 staat echt wel het gezelliger maken, meer ontmoetingsplek. En dan het wonen, meer aantrekkelijk maken, het winkelgebied. Maar ook de relaties versterken met de kwaliteit natuurlijk van de haven, de Westerschelde en de sluizen die komt naar boven. Volgens mij gaan we dan naar de laatste vraag toe. Ik zie nog even iemand toe te voegen. Wat mist u in de openbare ruimte van de binnenstad? Is dat groen, parkeren, zitgelegenheid, wandelgelegenheid, verblijfskwaliteit, speelgelegenheid, ruimte voor evenementen? Overig. Wat mist u in de openbare ruimte? We zien vooral weer die verblijfskwaliteit die mist, het groen. Wacht nog heel even. Maar duidelijk eigenlijk de verblijfskwaliteit en het groen is vooral wat jullie missen in de openbare ruimte van de binnenstad.
En tot slot, de laatste vraag die we hebben voordat we uiteen gaan in groepjes. Heeft u nog andere ideeën? Dan mag u zelf in een woord invullen wat in u opkomt, wat u belangrijk vindt. Ja, ideeën, wensen die u graag aan ons mee wil geven. En waar we het zo meteen ook met elkaar over kunnen hebben. Dus typ een woord in of een meerdere woorden. Een visie. Gezelligheid. Verbinding met het water, gezelligheid komt veel naar voren. Samen visie en beperken horecaoverlast. Identiteit behouden, meer een attractie laten zijn. Nou, er zijn genoeg ideeën. Leuk om te zien al jullie verschillende ideeën en wensen waar we zometeen ook graag met jullie van gedachten over wisselen. Binnenstad sfeer behouden, karakter behouden, bewonersinitiatieven. Een centraal plein wordt er gezegd. Sluizen komen terug, een grote publiekstrekker om de aantrekkingskracht te versterken. Verbeteren woonkwaliteit. Nou, er zijn in ieder geval heel veel ideeën van een gezellig buurthuis, compact winkelgebied, speelgelegenheid. Waar staat wel de gezelligheid en de ontmoeting? Dat zie je ook terug in de andere antwoorden die jullie wel hebben meegegeven. We sluiten zo, volgens mij genoeg ook input om zo meteen met elkaar verder op door te praten. Dank je wel voor het invullen in ieder geval van de Mentimeet. Martijn, pak jij hem dan over of Samantha voor de breakout? Ja, dank je wel. Achter de schermen wordt nu gewerkt aan het instellen alvast voor straks voor de breakout rooms. Zoals op het begin aangegeven worden we in kleine groepjes even ingedeeld. Dat gaat een soort van via Zoom automatisch. U krijgt een pop-up te zien waarin u op oké of join kunt klikken om toegang te krijgen tot de breakout room. Jullie kunnen met elkaar daar ongeveer een half uurtje van gedachten wisselen. Voor 5 minuten voor aanvang van het einde van de breakout room wordt u daarop geattendeerd en gaat u daarna automatisch terug naar dit scherm. Maar voor we naar de breakout rooms gaan, stel ik voor dat we even 5 minuten pauzeren. We kunnen nog een kopje koffie of thee halen of even andere dingen doen. Dan zien we u zo terug over 5 minuutjes. Ja, ik geloof dat iedereen weer terug is als het goed is. Volgens mij hebben we dat niets aan toeval overgelaten. We zijn allemaal even in groepjes uiteengegaan. Het idee was dat we eventjes allemaal terugkoppelden wat we daar gehoord hebben. Dan hoor je dat en dan is er dadelijk nog eventjes een afsluiter en dan nog even toelichten wat nou de volgende stappen zijn. En ik zal wel even beginnen. In ons groepje, we hadden een vrij bescheiden groepje. Dus ik denk dat er bij ons een aantal mensen waren afgehaakt. Maar daardoor konden we lekker in gesprek. Het was wel interessant. We hadden mensen die al soms al tientallen jaren in de binnenstad woonden. En ook niet de intentie hadden om weg te gaan. Dus die echt verknocht waren aan het ons kent ons gevoel. En we hadden ook iemand uit van buiten ten neuzen. Die wel af en toe kwam. Maar ook wel daar weer een bespiegeling op had. We hebben het gehad over wat... wat nou de grote opgaves zijn. Daarin is uiteraard natuurlijk de vergelijking gemaakt met een dropveter. En als het over het winkelen ging, we hebben eigenlijk te lang het winkelen uitgerekt en dan knapt het in het midden. En dat is nu de grote opgave. Dus laten we kijken of we het winkelgebied compacter kunnen maken. Want als er lege gaten vallen, dan kun je het nog zo gezellig maken. Dan red je dat niet. Dus dat zou een heel belangrijke opgave zijn die werd meegegeven. We hebben ook gemijmerd over wat mooie kansen zouden zijn of waar de binnenstad sterk in zou kunnen zijn.
Nou, horeca, de jachthaven, de relatie met het water werd daarbij aangegeven. Het ook nog even gehad hoe makkelijk het nu is om met een bootje in Terneuzen aan te meren. Maar het moet kunnen. Maar het ging heel vaak over dat eigenlijk de binnenstad een plek zou moeten zijn die mensen samenbrengt. De kleinschaligheid, Oud Terneuzen werd aangehaald. Dat is eigenlijk een hele leuke plek die je wel moet weten te vinden. Maar ja, die in ieder geval door de bewoners heel erg werd gewaardeerd. Wat hebben we nog meer? Ja, en dan hebben we het nog even gehad van hoe zou je nu als buitenstaander, waarom zou je nou naar Terneuzen gaan? Nou, wel meegegeven dat er natuurlijk een aantal voorzieningen in de loop van de tijd ook verdwenen zijn. Het onderscheidende misschien ook wel van het kernwinkelgebied. Dat de Scheldetunnel ja, misschien niet alleen een kans was, maar ook misschien wel een aantal grotere voorzieningen heeft weggetrokken uit de stad. Maar dat zaken als bijvoorbeeld een avondje weg, de zakelijke dienstverlening, dat nog wel dingen zijn die voor het trekken kunnen vormen. En zo'n, ja, die recreatie dus. En we hebben gevraagd, wat zijn nou de drie dingen die we als eerste op moeten pakken? En toen kregen we mee het wandelen en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. Een compacter winkelgebied dus maken. En vooral de kleinschaligheid en de gezelligheid behouden. Dus dat was wat wij in ons groepje besproken hebben, wat er is meegegeven. En dan geef ik hem nu over aan Marjan. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ja, bij ons werd ook die authentieke sfeer van de binnenstad heel als kwaliteit gezien. Ook heel plezierig om te wonen. We hadden veel bewoners ook uit, niet alleen vanuit de binnenstad, maar ook daaromheen. Daarvan werd heel gezegd dat, dat wonen, zeg maar, dat eigenlijk ook wel de toekomst, een hele belangrijke kans voor de toekomst. En dat straks eigenlijk de toekomst veel meer ligt in het wonen en het culturele voorzieningen. Want er zijn heel veel culturele voorzieningen, ook in de binnenstad. Dus dat authentieke en dat kleinschalige werd ook bij ons genoemd. Maar nu wordt het soms toch wel ook dat drugs, criminaliteit en verleden, zeg maar, bijvoorbeeld de raadsledenbuurt en omgeving wel nog wel ervaren, zeg maar, ook de verpaupering daar. Maar er zijn ook heel veel kwaliteiten, verborgen kwaliteiten, die veel beter uitgenut worden. Bijvoorbeeld het Pastorsbos, of Pastorsbos, als ik het goed benoem. Dat wordt echt gezien als een verborgen parel en daar zou je veel meer mee kunnen doen. En daar zit ook de pit, dat podium, het cultureel centrum. Maar daar zou je veel meer uit kunnen halen. En ook die openbare ruimte daar, dat wordt ook allemaal nog niet heel erg gevonden eigenlijk. Dat is soms ook niet heel goed toegankelijk vanwege de hoogteverschillen, maar daar... Ja, daar zou veel meer heel veel kwaliteit zit daar dat ontdekt kan worden. En wat ook een kracht en de binnenstad van Terneuzen uniek maakt. Van de Java-buurt werd gezegd, dat valt eigenlijk helemaal buiten. Dat hoort nergens bij. Dat is over de brug. Dat zou je eigenlijk veel meer met de binnenstad ook moeten verbinden. En daarbij te betrekken. Veel meer aandacht dan besteden. Ook het contact met het water kwam bij ons terug. Dat is natuurlijk ook de kracht van Terneuzen. Het water dat we versterken. En dan niet alleen te kijken naar de sluizen, maar ook juist naar de veerhaven. Dus ook breder die relatie met het water te versterken. Even kijken, wat werd er nog meer? Belangrijke dingen. Het water heb ik genoemd. Dat nieuwe, vooral ook meer groen. Dat vond men ook, dus meer groen. En daar werd bijvoorbeeld als opgave in het gebied dus ook de leegstand en het winkelbestand, het ABC-complex werd ook genoemd. En ook kans om daar misschien juist ook meer groen te maken. Bijvoorbeeld een nieuw stadspark, wat dan misschien weer een verbinding zou kunnen zijn tussen Nieuwstraat en Noordstraat. Dus ook vooral de vergroening en verblijfskwaliteit van het centrum ook een impuls te geven. Naast dus wonen en culturele voorzieningen werd in mijn groepje als de toekomst gezien. Voor grote kansen voor de toekomst voor de binnenstad. Als ik nog wat vergeten ben, dan hoor ik het graag uit mijn groepje. Maar volgens mij was dit de essentie. En met volle kracht vooruit niet de losbos van Vlissingen. Ja. Hai. Die zullen we aanpassen. Maar wel op volle kracht vooruit, hè? Die boodschap blijft staan. Wie wil als volgende?
Lodewijk? Ja, kom maar. Nou, wij hadden ook een hele leuke groep die heel erg divers was. We hadden iemand uit de Noordstraat, een winkelier, iemand met een café, een aantal bewoners, mensen die er al heel lang woonden en mensen die er nog niet zo heel erg lang woonden. Een van de dingen die opviel is de samenhorigheid die wat verdwenen is in de binnenstad. Wat heel erg gewaardeerd wordt is de diversiteit. Wat gemist wordt is, wat straks ook aan de orde is gekomen, dat is de gezelligheid. Dat zou beter kunnen. Een van de tips die daarbij ook gegeven werd, is van doe wat jullie ook gedaan hebben in de kop van de Noordstraat. Als een gebied braak ligt, richt het dan in. Ook doe het ook op een eenvoudige manier. Leg er een beetje gras, zet er een boompje neer en een bankje neer. Maar laat het niet braak liggen, want dat doet zo af aan de kwaliteit. Wat verder aangegeven werd, is dat waar de bewoners vooral veel last van hebben, dat is van de huisjesmelkers. En veel mensen die samen met veel mensen in kleine pandjes samenwonen. En vooral omdat ze niks samen doen en omdat ze wisselend zijn, dus weinig betrokken en dus niet integreren. Wat verder gewaardeerd werd, dat is de gezelligheid van de markt. En wat ik heel opvallend vond als laatste, is dat wat ook verteld werd, is dat de bezoekers die naar Terneuzen komen, dat die vaak terugkomen. Dus dat er een bepaalde trouw is van bezoekers die de winkels bezoeken of de horeca bezoeken. Mensen komen terug. Nou, dat vond ik heel bemoedigend om te horen. Nancy, ben ik nog wat vergeten? Nee, dat inderdaad vooral de gezelligheid ook echt terug moet komen in Terneuzen. Ja. Dat heb je al eens benoemd. Ik denk dat Maarten de volgende is, hè? Ja, wij hadden ook een divers groepje. Dat is wel heel goed gegaan. We hadden een paar bewoners van Terneuzen en ook een paar winkeliers, ondernemers. En iemand die ook een city marketing deelneemt. Wat als eerste opgemerkt was, eigenlijk wat misten jullie in de presentatie? Daar werd het strandje genoemd. Het strandje bij de Veerhaven, dat werd echt als een pluspunt genoemd, waar meer mee gedaan zou kunnen worden, omdat het vooral zomers heel goed gebruikt wordt. Toen gevraagd werd van waar ligt nou de grootste uitdaging, was unaniem de Noordstraat ook bij ons de belangrijkste plek. En daar zitten gewoon een aantal problemen in. Dat is dat die te lang gerekt geworden is, dus dat er gaten invallen. En dat die gewoon niet meer gezellig is. En dat zit hem in de uitstraling van de panden zelf, maar ook in de openbare ruimte. En wat echt gemist wordt, dat is de gezelligheid, de rustplekken, uitstraling, groen, sfeer. Maar eigenlijk is dat dus een samenspel tussen de gemeente en de pandeigenaren in de winkeliers. Iedereen moet dan eigenlijk daar een bijdrage in doen, werd heel duidelijk gezegd. Dus het gaat van etalages tot de openbare ruimte, tot de eigenaar van panden die ook de ramen moet laten wassen als dat afgesproken is. Eigenlijk is daar voor iedereen een taak weggelegd. Wat heel erg gewaardeerd werd in Terneuzen, dat was weer de kleinschaligheid die op sommige plekken goed te vinden is. En dan werd ook Oud-Terneuzen heel duidelijk genoemd bij ons. We moeten weg van die grootschalige winkelpanden die je overal in Nederland weer terug ziet komen. Je moet juist naar unieke winkeltjes en daar werd bakkers genoemd. Winkeltjes waar je speciaal voor naar de binnenstad zou willen gaan. Want je moet wel moeite doen om naar de binnenstad te komen. Daar moet je echt voor kiezen. En dan wil je eigenlijk ook wat te beleven hebben. We hebben het ook even over wonen gehad, hè. Is er eigenlijk een kans om meer mensen in de binnenstad te laten wonen? Nou, dat werd volmondig met ja beantwoord. En het zou ook goed zijn als dat in de Noordstraat zelf zou gebeuren. Gewoon meer mensen laten wonen in de Noordstraat. Dan heb je ook meer levendigheid en meer beleving in de Noordstraat zelf. Even kijken. Ik denk dat wel de belangrijkste staat. Oh ja, wat ook benoemd werd is, we doen meer aan promotie. Want mensen zijn wel trots op Terneuzen.
Maar ze dragen het zo weinig uit. Mensen zijn misschien ook een beetje bescheiden van nature. Maar laat ook gewoon meer zien wat je te bieden hebt. Draag dat ook naar buiten toe. En wat daar ook wel opgemerkt werd, is dat het eigenlijk misschien wel een nisser is om dan het VVV helemaal naar buiten het centrum te verplaatsen. Het zit nu bij het Portaal van Vlaanderen. Daar werd wel een vraagteken bij gezet of dat nou wel een goede zet is om te doen. Centreer dat dan in de stad zelf. En maak meer punten waar je informatie kan vinden. Jacques, heb ik nog dingen gemist misschien? Jacques heeft genotuleerd. Ja, Maarten, ik had verslag aan mij doorgestuurd. Ik heb even meegelezen. Het meeste heb je wel genoemd inderdaad. Er zijn nog pop-up stores, wat je nog genoemd. Oh ja, pop-up stores. Positieve voor tijdelijke reuring. Ja. Ja, het gewoon tijdelijke activiteiten die weer reuring teweeg brengen, zet daar veel meer op in. Ja. Ja. Ja, nog een beetje tendens dat ook heel belangrijk werd genoemd dat we nou eigenlijk doen. Want dus de binnenstadbewoners en ondernemers er nou bij betrekken. Goed naar te luisteren, samen optrekken om het echt positief uit te dragen. Om dat echt Terneuzenaars zeggen van een stadgenoten ook dat in Terneuzen is weer altijd goed om negatieve punten voor het voetlicht te brengen. Terwijl buitenstaanders dus juist de positieve dingen van Terneuzen benoemen als ze hier voor het eerst komen. Ja. Ja, dat was eigenlijk ons gesprek. Ja. Wie wilde de naam? Frederiek? Ja, ik had ook een vrij klein groepje met verschillende ondernemers en bewoners uit de binnenstad. En wat mijn groepje veel aangaf als de mooiste plekken in de binnenstad, dat is vooral van het water, de zeedijk. Maar ook werd het gebied van het water bij de Kolk en de Rozenstracht genoemd. En wat een echt aandachtspunt is voor de binnenstad, is het winkelgebied. En dan dus vooral de leegstand, maar ook de versnipperdheid van deze winkels. Een ander punt is dat er groen heel erg werd vermist in de binnenstad. Dus er werd benoemd misschien een soort van parkachtig geheel, dat de binnenstad ten goede zou komen. Wat er nog meer werd genoemd is het ABC-complex, dat daar echt een belangrijke verandering moet komen, wat een goede verbinding zou kunnen vormen met het water en de Nieuwstraat en de Noordstraat. Even kijken, wat er nog meer mis is zitgelegenheid en speelplekken. En een ander belangrijk punt is dat er niet te hoog gebouwd moet worden, wat ten nadeel is van de bestaande woningen, waar dus de zon wordt weggenomen. En vooral werd er veel gepraat over de openbare ruimte en dus het groen in de binnenstad, dat heel erg mist. Dank je. Wie hebben we nog over? Wie wilde de volgende? We krijgen ondertussen ook een tour, zie ik, door de binnenstad. Ik ben nog over van elkaar. Oké. Ja, ik ook nog. Petra. Ja. We hebben in ieder geval een groep met oude en nieuwe bewoners en ook met een ondernemer. En bij het begin van het gesprek was in ieder geval toch de conclusie ook dat dit in ieder geval een goede start is om zo'n project op te pakken. Met een goede presentatie en in ieder geval geen kant-en-klaar plan gelijk gepresenteerd, maar in ieder geval eerst deze belangrijke informatie eigenlijk ophalen bij deze belanghebbenden. En als je dan ziet eigenlijk van, waar staan we nu met de neus? Het gaat best ook wel goed. Met de binnenstad. We zien wel geconstateerd dat er ook meer bezoekers aan de binnenstad zichtbaar waren, voordat natuurlijk COVID uitbrak. En ook in de avonduren dat het goed zichtbaar is. We hebben verder ook ingezoomd op die verblijfskwaliteit. Die kan ook heel duidelijk uit de Mentimeter naar voren. En verblijfskwaliteit, wat bedoelen we daarmee? En onder andere werd daar in ieder geval bij genoemd gezelligheid, horeca, het verblijven, een verzorgde openbare ruimte.
En als we verder inzoomen ook op de markt, zou ook wel een goede plek zijn om daar horeca te centreren. En waar kunnen we dan als binnenstad ook trots op zijn? Dan werd in ieder geval ook genoemd de Veerhaven, de dijk, het water. En naar de toekomst kijkend, wat zou dan echt niet mogen ontbreken? Dat zou dan echt terug het open water in de binnenstad zijn. Waarbij dus ook de bootjes tot de Oostkolk kunnen varen. Dat is even een kort onze terugkomst. Zal ik hem overnemen dan? Uiteraard had ik ook ik een groepje om te begeleiden. Bij mij waren het vooral bewoners. Mensen die naast bewoner ook nog wel wat anders deden. Maar zeker ook allemaal bewoners. Zowel van de wijk Binnenstad als Java. Wat bij ons even lastig was, was dat we best wel wat technische problemen hadden. Dus voordat we die allemaal met iedereen, voor zover we ze opgelost hadden, was er dan best wel wat van onze tijd verstreken. Maar wat vooral opviel was dat allemaal bewoners waren met hart voor de stad. Ook gelijk al werd er geopperd om deel te willen nemen aan die klankbordgroep waar eerder over gesproken werd. Wat naar voren kwam was om nog meer al het oude af te breken, zeg maar. Dat hadden we, in het verleden is er best wel wat afgebroken in Terneuzen, maar om dat niet meer te doen. Er is iemand zijn scherm aan het delen, zie ik. Oké, nu niet meer. Dus om dat vooral niet meer te doen. Er zijn hele mooie oude gebouwen om die vooral ook te laten staan. We hebben het nog gehad over bereikbaarheid. Er stond bij de opgave dat de bereikbaarheid en parkeren dat een opgave was. Daar werd over getwijfeld of dat eigenlijk wel zo was. Wat ook nog wel opgemerkt werd, was over inderdaad in het wonen dat er inderdaad ook bewoning is, hè? Dat er meerdere mensen in één huis geplaatst werden. Het zou leuk zijn als dat dan ook echt nieuwe bewoners zouden worden voor de wijk, dat ze ook wat zouden integreren, maar dat eigenlijk niet of nauwelijks gebeurt. Dat hoorde ik Lodewijk volgens mij ook zeggen in zijn groepje. Maar wat mij inderdaad ook opviel, is dat iedereen ook bereid is om mee te denken, mee te helpen en samen hier iets van te maken. Dat was het denk ik even heel in het kort. Ik weet niet, Annika, ben ik nog iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Geschreven? Oké, dankjewel. Dan ben ik als laatste nog over, zeker? Volgens mij wel. Goed. Peter Ploeg en ik hadden de eer om groep 8 te begeleiden. Eigenlijk veel natuurlijk van wat er al gezegd is, kwam ook bij ons voor. Een aantal dingen die mij opvielen, was dat er eigenlijk in de Mentimeter, het is best wel sturend richting alles wat er moet veranderen. Maar het moet ook gaan over datgene wat je juist wil behouden. En dat dat niet alleen maar in de stenen zit, maar ook in hoe dat wij daar met elkaar samenleven. Want dat was een van de dingen die door de bewoners die in het groepje zaten aangeven van dit is een volksbuurt. En letterlijk, daar verhuis je voor om daar weer terug naartoe te komen. Omdat je daar zo naar je zin hebt dat het daar zo prettig wonen is. Dus dat was een opmerking. De opmerking was ook continuïteit. Dat zat ook in die Mentimeter, kwam dat een keer naar voren. Dus geen zwabberbeleid. Dat als je een keer iets gezegd hebt van dit is de richting die we opgaan. Dit staan we wel toe en dat staan we niet toe. Gaat dat dan niet gelijk bij het eerste beste voorstelletje weer de andere kant op. En ook een belangrijke is.
De bewoners gaven aan dat nog steeds dat sloopverhaal rondzinkt in de binnenstad. Dus dat er dat rapport van het expertteam, wat toen gepresenteerd is, en wat eigenlijk een beetje negatief in de publiciteit is gekomen, omdat dat zou betekenen dat we met de grote sloophamer door de binnenstad heen zouden gaan en allerlei woningjes tegen de grond zouden gaan slaan. En daar hebben we het geld niet voor. Dat willen we ook niet. Maar dat beeld is nu wel ontstaan. En ze gaven aan van, ja, een deel van mijn buren heeft dat nog als vertrekpunt. Dus dat is voor onszelf denk ik wel een belangrijke om in de communicatie rekening mee te houden. Dat we dat echt uit de wereld moeten helpen. Want anders blijven we daar tegenaan lopen in het vervolg van dit traject. Dan begin je eigenlijk altijd met een achterstand. Als mensen al beginnen vanuit de weerstand van, ja, maar ze gaan hier toch niet met net verbouwde keukens lopen. Dat nog even als aanvulling op datgene wat er gezegd werd. Ik kijk even naar Peter. Mis ik nog belangrijke zaken nu? De sociale betrokkenheid vinden de bewoners erg belangrijk. In hun wijk. Dat mag niet verloren gaan, vinden ze inderdaad. En ook die angst die je aangaf inderdaad, van de gemeente gaat ons opkopen. Dat heb je net inderdaad ook benoemd. Dat is echt nog een iets wat bij heel veel mensen leeft. En dat moet denk ik door de goede communicatie inderdaad uit de wereld worden geholpen. En voor de rest heb je alles wel benoemd. Ja, inderdaad, het karakter behouden van de binnenstad. Ja. In de binnenstad willen wonen. Ja. Dus dat was het. Dankjewel, Martijn. Max en Manta, als het goed is, over. Dankjewel allemaal. We moeten een beetje de tijd in de gaten houden, want ik zei op het begin, ik verwacht tot 9:15 door te gaan. Nou, het is bijna 9:30. Ik wil naar een afronding toe. Ik heb nog wel een paar vragen die ik uit de chat heb gehaald, die ik even aan Petra wil stellen. Petra is projectleider voor het totaalplan. Dus iets om af te sluiten, Petra. De vraag is van de heer Verkerk. En ik weet niet of die misschien in de breakout room al werd beantwoord. Maar wat is precies de afbakening van het begrip binnenstad? En dat heeft met name te maken, denk ik, over het feit dat Java eigenlijk ook bij de binnenstad hoort. Kun je daar misschien nog iets over antwoorden, Petra? Ja, dat kan ik wel toelichten. Het gaat inderdaad, die vraag werd bij mij in het groepje ook gesteld. Hè? Wat is nu de binnenstad? Dat is breder als, we stellen ons allemaal iets voor bij dat woord binnenstad. Maar inderdaad, het is het woongedeelte binnenstad, maar het is ook het winkel-horeca gedeelte. Het is ook Java, het is ook nog een stukje Kennedylaan. Martijn Niehoff heeft in zijn presentatie nog het plaatje laten zien van de binnenstad met die contouren. Wat bedoelen we daar nou mee binnen dit project? Hè? Dat we nu steeds dat woord binnenstad gebruiken, dat praat denk ik gewoon makkelijk. In plaats van dat we zeggen binnenstad, Java, Kennedylaan, stukje Axische Straat, dan wordt het zo één verhaal. Dit kaartje inderdaad. Daar wordt het even op aangegeven. Over welk gebied praten we nu eigenlijk voor dit project? Dit kaartje is overigens ook terug te vinden op de website. Hè? Die pagina hebben we ook al regelmatig gedeeld. Ook in de brief bijvoorbeeld die jullie gekregen hebben. Ik geloof teneuzen.nl/toekomstbinnenstad is het. Daar is deze kaart ook op terug te vinden. Ja, dan is denk ik ook gelijk de vraag van Mien beantwoord. Want Mien wilde weten wat wordt bedoeld met het woongebied en het winkelgebied. Ja. Maar dat wordt dan ook op de kaart aangegeven. Ja, en Mien zat ook bij mij in het groepje, dus dat heb ik nog geduid inderdaad. En daar heb ik ook naar die kaart verwezen. Oké, heel goed. Dan nog een laatste vraag. Als mensen nu al interesse hebben om deel te nemen in de klankbordgroep, hoe kunnen zij zich dan aanmelden? Als ik dat even snel gelezen heb, zou dat kunnen ook via dat e-mailadres, als ik het goed begrepen heb. toekomstbinnenstad@terneuzen.nl. Dan kunnen mensen inderdaad aangeven, als ze in die stakeholdersgroep plaats zouden willen nemen, daar interesse in hebben, kunnen ze zich daarvoor melden. En dat was ook in mijn groepje daarnet ook een vraag. Dus
Volgens mij hebben wij de eerste aanmelding daarvoor al binnen inmiddels. Oké, dat is mooi. Nou, dankjewel. Mochten er bij u nog vragen opkomen na deze Zoom-sessie, stel ze gerust. U kunt ons mailen, u kunt ons bellen of kijk even op onze projectwebsite teneuzen.nl/toekomstbinnenstad hoe u contact op kunt nemen. Wij gaan de opname van vanavond door middel van een YouTube-linkje op onze projectpagina zetten. Daarin zullen we ook apart de presentatie van Martijn nog eventjes uploaden. En we zullen ook zorgen dat we continu de vragen en antwoorden publiceren. Eigenlijk zoals we dat op de manier bij het project De Campagne hebben gedaan, voor de meesten wel bekend. Zodat onze website ook steeds actueel blijft. Voor nu wil ik u bedanken vanavond om deel te nemen aan deze sessie. Wens ik u nog een hele fijne avond en graag tot snel. Hopelijk kunnen we weer snel een fysieke bijeenkomst organiseren met z'n allen. Tot ziens.